Hallo allemaal, ik zou jullie iets meer vertellen over de trompet. De trompet is een koper instrument dat bekend staat om zijn hoge en doordringende toon. Hoe werkt het nou? Nou, er komt geen geluid uit door simpelweg door de trompet te blazen. Je moet ervoor zorgen dat je lippen gaan trillen. Dus eigenlijk laat je een soort van klein scheetje met je mond, zoals dit. Vroeger had de trompet nog geen knopjes, zoals je hier ziet, die we ventielen noemen. Toen kon er dus nog maar een select aantal noten gespeeld worden door de spanning van je lippen te veranderen. Ik zal het even voordoen, dus zonder ventielen in te drukken. Tegenwoordig kunnen we dus veel meer noten spelen door deze ventielen. Persoonlijk vind ik het vooral leuk om trompet te spelen, omdat je heel verschillende muziekstijlen kan spelen. Je kan klassiek spelen, maar je kan bijvoorbeeld ook jazz spelen of een andere soort van swing. Ook in de popmuziek komt de trompet wel vaak voor. Misschien kennen jullie bijvoorbeeld Uptown Funk van Bruno Mars, waar de trompet echt wel een belangrijke rol in speelt. Wellicht kennen jullie de trompet ook wel van de taptoensignaal dat elk jaar op 4 mei tijdens de dodenherdenking door de trompet wordt gespeeld. Ik zal wel een klein stukje laten horen. Ik hoop dat jullie nu meer te weten zijn gekomen over de trompet.